Vandaag zijn we bij het laatste deel aangekomen van onze filmpjes over de oude sok van Roosendaal. En we gaan jullie laten zien hoe het beeld helemaal afgewerkt is. En natuurlijk de onthulling van het beeld in het Emiel van Loonpark in Roosendaal. Dus blijf erbij en kijk naar het eindresultaat. Vandaag 31 oktober. Wij lopen nu naar het Emiel van Loonpark in Roosendaal. Want daar is het kunstwerk, de oude sok van Roosendaal, geplaatst. We gaan kijken hoe dat eruit ziet. Kijk, daar staat hij hoor, helemaal ingepakt. En maandag is de onthulling. Hallo allemaal, we zijn bij de onthulling van de oude sok van Roosendaal. Het is vandaag 5 november 2018 en het gaat zo meteen gebeuren. Ja, oké. 1, 2, 3. Van Eijgers. Dit is het tromgroffel gedeelte. Maar wij zijn in ieder geval de stichting die ook 750 jaar Roosendaal die ook heel erg dankbaar dat wij deze opdracht hebben mogen uitvoeren. Samen met jullie tot, want er werd al aan gerefereerd in het beeld. Daar hebben we nu nog veel plek voor allemaal mooie spullen die we daarin willen bedden te feesten. Dankjewel voor jullie komst. Ja. Nou, zoals je ziet, het atelier is leeg. Dat wil zeggen, de oude sok is geplaatst en onthuld. En we hebben er goed op gefeest. Het is geslaagd en leuk geworden. Op naar een volgend project en bedankt voor het kijken. Mag ik ingedrukt houden? Nee, je moet gewoon even stil zijn. Ja, dat doe ik ook. Ja, je schoenen staan er ook op. Oké. Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Ja, ik denk wel, ja. We zijn bij het atelier van Leon de Munt om te kijken hoe het gaat. Stop ik even hoor. Nee, maar goed. Nou, zo'n bak, daar komt een mengsel in van gips en greffel. Wij lopen nu, Walter en ik. Oh, nou, niet duidelijk. Oké. Okay.